Volgende spreker is Maurice Evers. Maurice is als Wageningsbodemkundige werkzaam bij, als directeur adviseur bij Lumbricus. En die heeft zich de afgelopen 25 jaar gespecialiseerd in bodem-water-plantrelaties. Maurice is van origine meer thuis in de land- en tuinbouw, sportvelden en de golfbanen. Maar die heeft zich met zijn onderzoek naar grasbekleding en gras- en kruidenvegetaties met de universiteiten van Wageningen en Nijmegen. Wat gespecialiseerd in dat gebied van de gras en de grasbekleding. En zodoende is hij ook actief geworden in onze dijkenwereld. En zo is Maurice betrokken bij de POV Waddendijken en bij Gras op Zand. En hij heeft voor enkele waterschappen alle projecten rondom gras gedaan. Maurice, het woord is aan jou. Dankjewel Henk. Goedemiddag allemaal. Thuis op hun eigen stekje of op kantoor. Ik ga jullie vanmiddag meenemen eigenlijk in het verhaal klimaatverandering. Wat is daar de impact op met name ook de toplagen die we op dijk tegenkomen? En klimaatverandering aan zich is natuurlijk een heel interessant thema. Is zeer actueel. We weten hoe zich dat ontwikkelt. Als we kijken naar dit plaatje, we kijken naar die tabel helemaal bovenin, dan zijn er eigenlijk een aantal zaken die daar meteen in opvallen. Er zijn overigens KNMI-gegevens die ik hier heb gebruikt voor de afgelopen jaren, de trends. Dan zien we eigenlijk een aantal dingen er toch wel uitspringen en dat zijn allereerst de hevige buien, de piekbelasting. Ik ga dus iets breder in mijn verhaal dan alleen maar het droogtestuk, omdat de hevige buien, de piekbelasting, is wel weer, ook weer gekoppeld aan datgene wat tijdens een droogte eigenlijk gebeurt op die dijken, op de toplagen. Daar staan we mee te maken. We weten dat er temperatuurstijging is, maar veel erger nog is eigenlijk het aantal tropische dagen. We zien echt die extreme, die uiterste in die zomerperiode zien we optreden. En dat heeft natuurlijk enorme gevolgen voor de vegetatie die op die dijken aanwezig is. Die dan geheel of deels kan wegvallen. We hebben twee hele extreme jaren eigenlijk gehad. 2018, 2019 hebben we heel mooi kunnen zien wat er gebeurt. En dat loog er niet om. En een ander ding wat ik toch ook wel even wil noemen, wat vaak wat onderbelicht is. We hebben te maken met een stukje CO2-concentratiestijging. Dat heeft zeker een impact ook op vegetatie. Met name de hoeveelheid biomassa die er ontwikkeld wordt. Ook op zo'n dijk. Nou, wat daar de consequenties van zijn, de gevolgen, zal ik gaandeweg het verhaal laten zien. Nou, hier een aantal fotootjes. Ik denk dat iedereen zich daar wel in kan herkennen. Sommige beelden zelfs nog heel recent. Als we kijken linksboven, echt het hele overstromingsverhaal in het Zuid-Limburgse en aangrenzende gebieden in Duitsland, België. Maar waar het natuurlijk vooral om gaat, is ook met name die switch als we van droogte afkomen en we gaan dan naar een periode met extremen. Heel vaak gaan die ook weer met elkaar gepaard. Of het nou onweersbuien zijn of langdurige neerslag. Dat geeft toch wel zekere risico's op de bescherming van het achterland bij zo'n dijk. Zeker als er scheurvorming is opgetreden, als vegetatie grotendeels weg is, als er geen bescherming is. De buien zijn ook intensiever, dat wil zeggen ik heb grote druppels, we krijgen een splash effect. Denk even aan zanddijken. Dus daar kan nogal wat gebeuren. En voor veendijken zien we vaak als die echt helemaal uitgedroogd zijn. Het werd net door de vorige spreker ook al even genoemd. Het gewicht gaat achteruit. En dan lopen we voor een risico dat hele stukken ook nog eens gaan wegschuiven. Nou, wat zijn dus die consequenties van die klimaatverandering als we kijken naar de dijkvegetatie en wanneer we kijken naar de toplaag? Ik ben dus heel erg geïnteresseerd in die combinatie. Die vegetatie, er staat een bepaalde vegetatie omdat ik een bepaalde toplaag heb. Ik heb een bepaalde bodemtextuur, een bepaalde bodemstructuur die daar is neergelegd. En daar past een bepaalde vegetatie bij. Maar wat zijn nou de consequenties van die klimaatverandering voor die vegetatie die we daar aantreffen? Nou, ten eerste, door die extremen hebben we te maken met sterker wisselende zodendichtheid. Met name in de droge periode sterke openheid en vervolgens krijgen we weer behoorlijke groei als die zoden zich weer herstelt en krijgen we enorme biomassa daarop. Nou, dat geeft best wel wat vervelende zaken. Sterker wisselende biomassa hebben we dan mee te maken. Ook sterker wisselende samenstelling. Ben ik begonnen met grasachtige, dan kan het best zo zijn dat daar op een gegeven moment meer kruidachtige tussenkomen, vaak pioniers, daar ben ik niet altijd blij mee, hebben een kort wortelstelsel, krijg ik minder goede bescherming van een
van mijn toplaag, hè, minder samenhang tussen de bodemdeeltjes die ik daar heb en de wortels van de plant. Dus ook dat soort processen spelen een rol. Nou, voor die toplaag aan zich betekent dat dat ik word gevoeliger voor oppervlakte-erosie. Die extremen maken ons gevoeliger voor oppervlakte-erosie. Ik zei al, geringere samenhang tussen de bodemdeeltjes, omdat een deel van die vegetatie gaat wegvallen. Een ander fenomeen waar we mee te maken hebben, en dat speelt wat sterker op het zand en op veendijken, is hydrofobie, wat er kan optreden in tijden van droogte. Hè. Waterafstotendheid, wat het heel lastig maakt om wanneer de buien komen, ook weer voldoende die toplaag eigenlijk snel genoeg bevochtigd te krijgen, zodat ik weer een goede vegetatie kan krijgen. Anderzijds hebben we te maken met, aan de andere kant van het spectrum, met verzadiging. Als ik een langdurige natte periode heb, zeker met kleidijken, dan kan die dijk ook helemaal verzadigd raken met allerlei plasticiteitsproblemen die er dan kunnen optreden. Toename van scheurvorming is wel, daar komen we dadelijk ook zeker uitgebreid nog op terug. De omvang van die effecten, die worden vooral bepaald eigenlijk door de duur van die extreme situatie, de positie van de dijk. Hè, heb ik natuurlijk een talud wat meer zuid georiënteerd is of is noord georiënteerd. Zeker de instraling is natuurlijk een heel belangrijke factor daarbij, instraling van zonlicht. Maar ook de textuur en de structuur van de toplaag. En dan hebben we het dus over die bodem. Nou, laten we dan eens gaan kijken naar de dijken zoals we die in Nederland hebben liggen. Hè. We hebben kleidijken, we hebben zanddijken, we hebben veendijken. Nou, laten we eens beginnen met klei. In die toplaag, daar spelen een aantal bodemprocessen een belangrijke rol. Die treden daar op. En de klimaatverandering heeft daar in zekere zin een bepaald effect op. Allereerst hebben we het over rijping. Dus een kleidijk gaan maken, vaak ook bij de constructie zorgen we al dat er een stukje rijping plaatsvindt. Hè. Ik moet klei ook nog kunnen verwerken, ik moet een bepaalde dichtheid kunnen creëren. Dat is meer de fysische rijping, een stukje ontwatering. Dat proces gaat door op het moment dat ik droge omstandigheden krijg, gedurende een lange periode. Dan krijg je een stukje inklinking. Dat heeft consequenties weer voor de vegetatie die erop staat, de wortels die daarin staan. Maar we hebben ook chemische rijping. En die chemische rijping wordt soms nog wel eens onderschat. Denk bijvoorbeeld aan het Zeeuwse, waar we tegenwoordig door klimaatverandering ook veel te maken hebben met zoute kwel. Ook nog een heel eind het binnenland in. Hetzelfde hebben we ook in delen van Zuid-Holland. Waar je zeg maar dat natriumrijke water omhoog krijgt in die klei. En die gaat daar die structuur van die klei eigenlijk veranderen. Op een negatieve manier. Ik zal dadelijk laten zien wat daar gebeurt. Uitspoeling en inspoeling van lutum op kleidijken. Je krijgt echt een soort gelaagdheid. Wat we eigenlijk niet willen als je een optimale vegetatie nastreeft op een dijk is dat je een zo homogeen mogelijk profiel hebt. Dan krijg je een goede diepe beworteling en dan krijg je een goede samenhang tussen bodemdeeltjes en de plant. Nou, het hele verhaal van droogte, excessieve neerslag, zorgt voor een hele sterke uitspoeling, inspoeling. Ook in klei. Dijken. Ik laat daar dadelijk een plaatje van zien. Zwel en krimp treedt ook op afhankelijk van het type klei wat ik heb en wat ik net al zei, hoe ziet die chemisch eruit. Oxidatie, reductie van ijzer ook, heeft ook te maken met een stukje inspoeling, maar ook als daar zuurstof bij komt, op het moment dat ik dus echt in een hele droge periode, nou dan kan zich daar plaatvorming gaan creëren, waardoor wortels op een gegeven moment ook niet meer omlaag kunnen en ze dus vrij oppervlakkig gaan blijven en ik dus een slechte bescherming heb van mijn dijk. Nou, hier zien we links, in dit geval een hydrobrikgrond, dat is even niet een dijk, maar is even om te laten zien wat gebeurt er nou hè, met dat uitspoelen en inspoelen van die lutumdeeltjes. Bovenin zien we eigenlijk nog een vrij donker gedeelte, daar zit nog aardig veel lutum, dan krijg je een lichter stukje, de EG-horizon, de uitspoelingshorizon, en dat spoelt dan in die BTG-horizon. Als je microscopisch gaat kijken, de matig zware klei, het plaatje aan de rechterkant daarvan, dan zie je eigenlijk, je ziet daar een opening, een holte, een pori in die klei. En je ziet eigenlijk dat gelige, dat is die inspoeling van lutendeeltjes in een bepaalde laag. Die gaat zich daar afzetten, nou is dat erg? Nou, dat kan ervoor toe leiden dat je daar een hoger lutenpercentage gaat krijgen. En zeker met droging krijg je daar ook weer een stukje plaatvorming. En op een gegeven moment als het doorslaat, krijg je heel erg scheurvorming. Dus je creëert daarmee eigenlijk een stukje zwakte in de dijk. Dat is wat er gebeurt. Nou, rechts beneden zie je een plaatje van ijzeroxidatie. Ook daar krijg je een stukje plaatvorming, wat ik net al zei, wat we niet willen. Zeker omdat we die wortels omlaag willen hebben.
Nou, nu komen we op een stukje. Kijk, voor de, in de dijkenwereld is mij onlangs nog ingefluisterd. Dan praten we eigenlijk over klei, zand, zilt hebben we door, en veen. Nou kom ik van origine meer uit het landbouwkundige deel. Nou, en dan hebben we het over zavel en over leem. En dan hebben we toch een iets andere klassificatie van gronden. Op zich niet erg. Wat ik hier eigenlijk wil aangeven. Als je een goede wortelontwikkeling wil hebben, dan moet je eigenlijk een optimale poriumstructuur creëren. Ook voor je plantenwortels. Nou, dat betekent dat je een goede balans moet hebben tussen fijne poriën, microporiën en macroporiën. Nou, dat doorgaans heb je die op het moment dat je niet al te zware kleigronden hebt. Maar wij noemen dat dan eigenlijk in de land- en tuinbouw eerder richting de zavelachtige gronden gaan. Nou, ik heb dat dus even opgesnort. Als je kijkt in de NEN 14688, waar eigenlijk de geofysici gebruik van maken, dan praten we over de zogenaamde siltige klei. Gelukkig kunnen we dus over hetzelfde praten. Waar ik het over zavel heb, praten we eigenlijk in het dijkenverhaal over de siltige klei. Dus dat is eigenlijk een hele mooie structuur. En je ziet hier twee foto's. Linkerkant heb je zo'n siltige klei. Daar krijg je wat meer die kruimelige structuur. En daar kunnen zich doorgaans wortels veel mooier in gaan ontwikkelen. Ook als we een stukje biodiversiteit gaan nastreven. Dat is ook niet onbelangrijk. Hè? Willen we dijken alleen maar gras? Of willen we meer kruidenrijke dijken? Dan is het heel belangrijk dat je daar ook een betere vochtbalans in gaat krijgen. En dat krijg je bij zo'n zwavel. Bij zo'n zavel of ziltige klei. Nou, ik zei al, heel belangrijk is, als je naar die klei kijkt, hè, klei bestaat uit kleiplaatjes, en we hebben allerlei soorten kleien. Kijken we bijvoorbeeld naar de rivierdijken, dan hebben we daar vaak te maken met iliet, met althans kleipakketten, waar behoorlijk wat iliet kleimineralen in zitten. Nou, die iliet kleimineralen, dat is aan de rechterkant, dat zijn eigenlijk drie plaatjes op elkaar, de tussenruimte, weer drie plaatjes. Er zijn ook kleisoorten, die hebben een iets andere structuur, bijvoorbeeld kaolinieten en smektieten. Daar zien we eigenlijk maar twee plaatjes op elkaar, tussenholte, weer twee plaatjes, weer tussenholte. Dus als je die twee met elkaar vergelijkt, dan zie je eigenlijk dat de linkerkant, de kaoliniet, heeft meer tussenholtes dan de iliet. Dat is een verschil, maar het grote verschil uit zich eigenlijk in het feit, wat zit er tussen die plaatjes? Want de kationen, zoals een natrium, een kalium, een calcium, een magnesium, die gaan daar tussenin zitten. Dat oppervlak van dat kleiplaatje is negatief geladen. Daar gaan die kationen tussen zitten en die zorgen ervoor eigenlijk dat die plaatjes aan elkaar gehouden worden. Daarmee, als die binding sterk is, kun je dus ook een stukje zwel en krimp voorkomen. Er zijn kleimineralen die daar heel veel natrium tussen hebben zitten. Wat ik net noemde, die zoute kwel, hè, dan krijg je natrium tussen die plaatjes. Natrium is eenwaardig en geeft een hele zwakke binding tussen die plaatjes. Dat betekent op het moment dat die natrium, of dat vocht eigenlijk tussen die plaatjes uitgaat, wordt die verbinding verbroken en dan krijg je scheurvorm. Aan de andere kant krijg je, als het dus lang gaat regenen, dan krijg je één grote plastische bende van die klei, omdat er een hele slechte zwakke binding is. Zit daar nou echter calcium tussen, of een magnesium, dan is het een veel sterkere binding en hou je die plaatjes veel langer bij elkaar en heb je ook minder last van zwel en krimp. Dus het is heel belangrijk om ook te weten welk klei heb ik in mijn toplaag en zelfs de laag eronder, hè, want scheuren kunnen natuurlijk veel dieper gaan. En ik zal straks ook iets aangeven in richting van waar kunnen we dan aan denken als we daar iets aan willen doen. Nou, als je dat weet is leuk, maar wat kunnen we daaraan doen? Ander fenomeen is, als je kijkt naar die rivierkleien die we hebben, daar zit vaak heel veel kali tussen. Nou, kali heeft de eigenschap, die past perfect tussen die iliet, in die ilietstructuur, waardoor je ook een sterke binding krijgt. Maar daardoor krijg ik vaak weer een tekort aan kali, bodemvruchtbaarheidstechnisch gezien, voor mijn planten die er staan. En zeker als we denken aan wat meer kruidenachtige vegetatie, is kali een heel belangrijk element om wat meer kruiden in je zoden te krijgen. Dus ook daar kun je vervolgens wat aan doen. Nou, dan hier nog een paar processen die ook kunnen optreden. Ook onder invloed van een stukje klimaatverandering, een stukje ontkalking. Hè, de heftige neerslagen die we hebben, dat spoelt natuurlijk heel veel omlaag. En dat neemt dus die calcium en die carbonaten en die magnesium mee naar beneden. En bovenin krijg je een stukje verzuring. Die verzuring treedt ook op doordat
door de extreme, ik zei al, die planten maken heel veel biomassa in bepaalde perioden, krijg je viltontwikkeling. We zien dat aan de rechterkant op de foto, omcirkeld met het rode lijntje. Je krijgt een soort sponsachtig deken te liggen op je toplaag. Die ook weer heel snel kan uitdrogen als het droog weer wordt. En dan hydrofoob wordt, wat vervolgens weer een probleem creëert eigenlijk met herbevochtiging. Nu hebben we wel het fenomeen dat normaal de bodembiologie dat wel een beetje kan opruimen. Maar dan moet het dus niet te extreem zijn. Denk aan wormen, denk aan kevers. Die kunnen daar allerlei, die kunnen dat spul eigenlijk mee de grond intrekken, daar omzetten. En dan krijg je verkitting. Daar laat ik straks een plaatje van zien. Dat is een goede zaak. Maar door de extreme temperaturen waarmee we te maken hebben en de droogte, krijg je dat die bodemfauna eigenlijk steeds minder actief is en krijgen we steeds meer de extreme situatie van viltvorming bovenop die gronden. En een ander ding, we willen natuurlijk ook niet te veel hebben, stel dat we heel veel wormenactiviteit gaan krijgen, dan is er vaak een stukje gevolgschade wat kan optreden, doordat ik mollen krijg en ik krijg molshopen. Nou, denk ik even aan falen van dijken, dan blijkt heel vaak dat juist gaten die ik heb in mijn vegetatie gevoelig zijn voor een stukje falen. Goed, maak het stapje naar, naar zand. In zand zijn er een aantal andere processen en sommige processen ook weer wel vergelijkbaar. Een heel belangrijk proces wat zich in zandprofielen op dijken vaak openbaart is een stukje potsolisatie. Dat wil zeggen ook weer een stukje uitspoeling-inspoeling. Maar dan niet van lutumdeeltjes, zoals we dat op de klei hebben gezien, maar eigenlijk van humusdeeltjes, die bovenin door die vegetatie opgebouwd zijn, of van origine in het zand al zaten. En vaak ook nog wat ijzer, indien er veel ijzer in dat zand aanwezig is. En dan krijg je op een gegeven moment op een bepaalde diepte krijg je een inspoellaag, en daar kan zich dan weer een stukje plaatvorming gaan ontwikkelen, waardoor ik veel micropooien krijg, water kan minder goed eigenlijk intrekken, waardoor boven de bovenste laag van die toplaag eigenlijk vol loopt, die bak, als het veel gaat regenen, met het gevolg dat ik weer korte wortels krijg en weer een slechte bescherming heb van mijn dijk. Dus dat heeft allemaal met elkaar te maken. We willen eigenlijk die gelaagdheid niet. De biologie doet dat of in dit geval is het niet de biologie, maar is het het potsolisatieproces, doet dat van nature. En dat, dat wil je liever niet. En die klimaatverandering die trekt dat wat meer in het extreem. Nou, ook hier hebben we wat reductie van ijzer. Dat kan ook weer tot een plaatvorming leiden. Ook hier hebben we zeker te maken met viltophoping, omdat je natuurlijk qua vochtbalans in die zandprofielen veel meer en nog veel eerder in de min raakt qua, qua vocht. Dus veel eerder treedt daar ook die viltontwikkeling nog op. Slemp, interne slemp, een heel interessant fenomeen waar we denken dat dat een verklaring kan zijn, zoals dus het blijkt uit, uit POV-onderzoek. Mogelijkerwijs voor een stukje bescherming als je overslag krijgt van water op je dijk, maar bescherming van die toplaag. Ik heb daar straks een fotootje van. Het kan heel interessant zijn, dus het kan ook in, aan de positieve kant zitten. Ja, volgende. Nou, dit zijn een paar profielen die we op zanddijken tegenkomen. Eigenlijk de meest interessante die je eigenlijk het liefste wil hebben is, is die holpotsel. We zien het plaatje daar beneden, die mooie groene vegetatie. Je ziet een diep homogeen profiel. Daar kan zich een goede wortelontwikkeling openbaren. Als je dat vergelijkt met een slikvaaggrond of de slikvaaggrond, de micropotsel die ernaast zit. Je ziet daar dat die top is veel dunner, die humeuze top is veel dunner. Er zit minder buffercapaciteit ook qua vocht. En daar kan die vegetatie zich gewoon minder goed op ontwikkelen. Dus liever hebben we een holpotsel. Dit zijn natuurlijk ook dingen die je heel goed kunt herkennen in het veld. Hè? Dus het is interessant om dat voor jezelf te weten. Wat heb ik eigenlijk liggen in mijn gebied? Ja. Ik had het straks over verkitting. Hier zien we het bovenste plaatje, een stukje verkitting, wat eigenlijk een hele goede zaak is. Verkitting is eigenlijk doordat de bodemfauna en ook een stukje microbiologie, die zorgen eigenlijk voor omzetting van organische resten. En die scheiden daarbij ook weer suikerachtige stoffen uit, kitstoffen eigenlijk, waardoor in dit geval zanddeeltjes en die kitstoffen samen, die maken dat ik een hele mooie structuur krijg boven in het profiel.
En dan kunnen vervolgens de wortels zich weer heel goed in ontwikkelen. Maar je krijgt vooral een goede samenhang, een sterkte krijg ik bovenin. Denk even aan een hoosbui. Als je veel verkitting hebt, dan zit daar heel veel sterkte in. En dan ben je eigenlijk veel beter bestand tegen het zogenaamde splash effect wat ik kan krijgen door druppels. Even ter vergelijking het plaatje nog van vervilting wat kan optreden. Je ziet daar echt die dikke wollige laag helemaal bovenop liggen. Vaak zie je dan ook nog weer als effect in de natte periode wordt het daar heel vochtig. En dan krijg je toch als je wat hogere vegetatie hebt dat zich daar ook nog wat mossen tussen kunnen gaan ontwikkelen. Wat je eigenlijk niet wil, want die zijn het eerste weg bij de hoogte. Ja. Nou, hier heb je het verhaal eigenlijk van slamp interne slamp, wat we denken. Dat moet nog iets verder onderzocht worden of dat echt helemaal zo is. Maar wat we eigenlijk gezien hebben is op het moment dat, dit is een zandgrond, er zit wat lutum in, er zit redelijk nog wat zilt in. En ook hele fijne zandfractie zit erin. En wat je dan eigenlijk krijgt, om invloed van een hele grote hoeveelheid water die over die vegetatie en die dijk naar beneden denderen, krijg je eigenlijk een soort werveling van die fijne deeltjes. Maar die deeltjes zakken ook weer. En dan krijg je een soort glijbaantje wat zich afzet op die zandkorrels. En wat we gezien hebben is dat er ontstaat ergens een gaatje, een klein kleufje, maar die wordt niet dieper. En dat komt omdat dat water eigenlijk over die glijbaan gewoon naar beneden toe gaat. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi iets wat er optreedt. Dat is eigenlijk een soort bescherming van die toplaag wat zich van nature dan ontwikkelt. Dat is iets heel bijzonders. Nou, dat is wel iets waar we nog verder naar moeten kijken. Is dat exact slamp, interne slamp? Daar is nog wel wat onderzoek voor nodig. Maar het lijkt er wel op. Goed, maak het stapje naar veen. Kunnen we wat korter over zijn. Eigenlijk vooral het rijpingsverhaal speelt daar een hele belangrijke rol. Hè? De ontwatering die daarbij kan optreden. Droogte zorgt echt dat het water eruit gaat. We hebben de voorgaande spreker daar ook al een hoop over horen vertellen. Met name de daling, de inklinking daarvan, leidt tot problemen. We zien dat ook zelfs het weggetje wat ernaast ligt. Dan zie je echt die mooie golvende weg die daar een mooi voorbeeld van is. Hetzelfde geldt voor de oxidatie, mineralisatie die optreedt op het moment dat het droger gaat worden. Die afwracht gaat omhoog. Maar vooral hydrofobie speelt eigenlijk op die veendijken een heel belangrijke rol. Hoe krijg ik eigenlijk daarna weer zo snel mogelijk vocht terug in die toplaag? Want dat heb ik ook nodig voor die vegetatie wat erop staat. Nou, daar is onlangs ook door Louis Bolk een heel mooi onderzoek gedaan om te kijken van welke factoren zijn nu eigenlijk van invloed als je veen hebt op het optreden van hydrofobie. Nou, uiteraard, hoe meer je ontwatert, hoe sterker de hydrofobie optreedt. Dat lijkt me logisch. Hetzelfde geldt met bodemvocht. Hoe lager dat is, verdroging, des te meer hydrofobie treedt erop. We zien ook, naarmate organisch stof hoger is, heb ik meer hydrofobie. Waarom? Wat is dan hydrofobie? Hoe ontstaat die hydrofobie? Nou, dat is eigenlijk een mechanisme wat er optreedt door een stukje bodem, microbiologie en planten die erop staan. Die willen zich beschermen tegen droogte. Dus wat er gebeurt is dat ze eigenlijk een soort wasachtige stoffen gaan uitscheiden. En die zijn hydrofobisch. Dus daardoor krijg je waterafstotendheid. Dat is een gewoon natuurlijk proces wat er optreedt. En dat wil je natuurlijk het liefst niet. En hoe meer organisch stof, hoe meer biologie je vaak hebt. Daar zijn natuurlijk een hele lage pH hebt, dan rem je dat hele zaakje weer. Maar doorgaans zie je daar dus dat hele mooie verband in. Lutum geeft precies het tegenovergestelde. Als je wat meer lutum hebt, dan krijg je juist veel minder hydrofobie. Nou, dat zand meer hydrofobie geeft, dat mag duidelijk zijn. Kortom. Er zijn een aantal processen die zeker gestimuleerd worden door klimaatverandering, waar we in toplagen op dijken mee te maken hebben, en wat zijn impact heeft op de stabiliteit van die toplaag en de vegetatie die daarop staat, of die zich wel goed kan herstellen, niet goed kan herstellen, goed blijft of niet goed blijft. Ik heb hier een paar belangrijke problemen eigenlijk bij de kop genomen. Rijping, zwelling, krimp, vilt, hydrofobie, en dan per grondsoort waar we mee te maken hebben. Nou, wat kun je daar dan aan doen? Nou, ten eerste, ik zei al eerder, je moet wel je toplaag en onderlaag goed kennen. Wat heb ik? Waar heb ik mee te maken? En daar is het heel belangrijk voor, om te monitoren op welke manier je dat dan ook zou willen doen. Voorgaande spreker ook al een heel mooi voorbeeld gezien. En er zal in de komende jaren ongetwijfeld nog meer ontwikkeld worden. Maar ook vergeet regulier
chemisch fysisch onderzoek niet. Dat vertelt je ook heel erg veel. Nou, dan zou je bijvoorbeeld op klei, ik zei al, je hebt daar te maken met die kationen. Daar kun je gips of kalk voor gaan inzetten om dat chemisch te verbeteren. Nou, ik pak er eventjes eentje uit, hydrofobie. Wetting agents is iets wat in andere werkvelden een gangbaar iets is. Wanneer we komen uit een droogteperiode, op dijken heb ik het eigenlijk nog niet gezien. Maar is wel iets wat zeker interessant is. Dat zijn allemaal preventieve maatregelen die je in feite zou kunnen doen. Nou, gaat het echt helemaal mis, dan moet je een calamiteitenplan hebben. En dan moet je eigenlijk zorgen dat na zo'n droogteperiode, dus zo snel mogelijk een treintje in gang zet, dat alles hersteld wordt. Ja, dus dan komt weer die wetting agent, doorzaak, bemesting. En daar alleen doen waar het nodig is. Kom ik bij mijn conclusies. Klimaatverandering heeft een negatieve impact op het vegetatiedek, dat weten we. Die bedekking die valt weg, de samenstelling verandert, niet altijd ten positieve. En het versnelt eigenlijk een aantal negatieve bodemprocessen die we liever niet zien. Rijping, wat tot bodemdaling, pH-daling kan leiden. Een stukje uitdroging, zwelling, krimp en hydrofobie. Of juist viltvorming, wat ook weer heel duidelijk een link heeft met hydrofobie in de droge tijd. Nou, de duur afhankelijk van... Of de mate waarin het optreedt afhangt van die extreme omstandigheden, de positie uiteraard en de textuurstructuur. Effecten verminderen via preventief beheer, waar ik net een tabelletje van heb laten zien, dat is zeker niet compleet. Daar zal ook nog meer onderzoek naar gedaan moeten worden. Welke makkelijke maatregelen kunnen we daarin in nemen in het beheer van dijken? En als laatste, ja, je zult een calamiteitenplan moeten hebben van daar waar het echt fout gaat, om het zo snel mogelijk weer te herstellen. En goed, ook daar zullen bepaalde protocollen over zijn. En deels zullen die nog verder moeten worden ontwikkeld. Daar wilde ik het even bij laten. Oké, Maurice, dankjewel. Duidelijk verhaal. En je hebt iets meer zendtijd gepakt dan de bedoeling. Maar ik vond je Wageningse inbrengen dermate interessant dat je die zendtijd graag gegund hebben. Omwille van de tijd wil ik dan wel maar één vraag doen. En ik heb gekeken naar de chat en ik zag dat een aantal vragen ook een sterke relatie leggen met de sterkte van de kering. Dus die wil ik eigenlijk parkeren totdat ook Mark zijn verhaal heeft gedaan. En dat we die dan integraal kunnen behandelen. Dus één vraag die vind ik wel heel goed bij jou passen, onder andere trouwens. En dat gaat over dat wij van de dijken, om maar even die tegenstelling te creëren. Wij maken onze dijken, in ieder geval de deklaag, vaak van hele erosiebestendige klei. Dat is hele zware klei, daar groeit gras helemaal niet graag op. En die laag wordt daarna vaak afgedekt met een dunne leeflaag. Die dan vaak wel van zaadvol is. Maar jij houdt ook een pleidooi voor de uniforme deklagen. Wat is jouw idee van hoe wij onze dijk opbouwen daarbij? En heb je daar nog een korte tip voor dan? Ja, korte tip. Ik denk dat je, ik gaf het eigenlijk al een beetje aan, het liefste. Kijk, je moet eigenlijk als je een goede vegetatie wil laten ontwikkelen, met een goed wortelstelsel, dan heb je sowieso al een bepaalde dikte van die toplaag nodig, nog los van wat het is. Dus een 30 centimeter is vaak toch echt wel een minimum wat je nodig hebt. Liefst zou ik het nog iets meer zien, maar goed, ik ben geen geofysicus qua sterkte, dus ik moet me daar een beetje in toom houden. Maar los daarvan zie ik dus liever dat we niet al te zwaar naar de lutumkant verschuiven. Dus ik zou eerder pleiten voor toplagen die ergens tussen de 20-35% lutum liggen. Met voor de rest wat zand en zilt. En zodat ik dus een goede poriestructuur creëer, waardoor het ook een goede beworteling kan krijgen. En die geeft de sterkte. Duidelijk. En als we over een paar jaar allemaal over zaadvol beginnen te praten in onze wereld, dan is jouw boodschap goed overgekomen, Maurice. Dus dat is duidelijk. Hey, dankjewel voor nu.